In deze video bespreek ik 5 dikke tips van punten die je het beste met je bruidspaar zou kunnen communiceren voorafgaand aan de bruiloft. Aan het eind van deze video heb ik een leuke download voor je, een freebie, waarbij ik deze 5 tips eigenlijk heb opgezet in een pdfje. Die je dus zou kunnen downloaden en waarvan je dus je eigen versie zou kunnen maken. En in deze video licht ik dus eigenlijk die hele pdf toe. En per punt geef ik aan waarom ik dit dus probeer te communiceren met het bruidspaar. Om de ervaring vanuit videoperspectief voor hun nog beter te maken. Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Romain de Ridder en dit is het YouTube-kanaal Romedia Films, waarbij je meer kan leren over fotografie, videografie en het ondernemerschap. Zoals je weet ben ik een trouw videograaf. Ik neem er ongeveer 12 per jaar aan. En ook dit jaar staan er weer een aantal toffe bruiloften op de planning. En in deze video ga ik het hebben over eigenlijk 5 tips die het bruidspaar eigenlijk warm moeten houden ter voorbereiding op hun bruiloft. Dus dat zijn dingen die ik natuurlijk wel noem tijdens het kennismakingsgesprek, maar die ik ook achteraf nog toestuur naar het bruidspaar, zodat zij nog een soort van herinnering hebben over dingen waar ze dus op moeten letten en wat ze dus het beste kunnen communiceren met bijvoorbeeld hun ceremoniemeester, zodat zij daar ook van op de hoogte zijn. Laten we beginnen. Het eerste punt is natuurlijk licht. Ik probeer ervoor te zorgen dat het bruidspaar ervan op de hoogte is dat voor foto en videografie natuurlijk licht uiteindelijk het allermooiste is voor de beelden die wij maken. Lang niet elk bruidspaar is ervan op de hoogte dat natuurlijk licht mooier is dan bijvoorbeeld kunstlicht. En dat ze er dus rekening mee moeten houden dat als ik ergens binnenkom, dat ik dus mogelijk ga vragen om bijvoorbeeld het licht uit te doen. Zodat al het kunstlicht, dus de TL-balken of het warme licht, dat het in ieder geval uit is. En ik vraag ze daarbij dus ook om in ieder geval in de ochtend of ze dus de make-up en het haar dus zo dicht mogelijk bij een raam kunnen doen, zodat ik zoveel mogelijk licht van buiten heb. Je probeert het te communiceren en daarmee dus een stap voor te zijn, dat op het moment dat ik op de dag binnenkom, dat zij daar misschien al klaar zitten en dat ik niet nog de halve boel hoef te gaan verbouwen om ze zo dicht mogelijk bij natuurlijk licht te krijgen. Het tweede punt is de aankleding van de bruidegom. Lang niet elke bruidegom zit erop te wachten om zichzelf helemaal aan te kleden en dat soort dingen. En voor de bruid is het vaak wel mooi, een pareltje en allemaal details en dat soort dingen. En de man die heeft zijn broek aan, rol op en die trekt het aan. Met 10 minuten is die klaar, natuurlijk. En ik hoef natuurlijk niet te filmen op hoe hij zijn ondergoed aantrekt of zijn shirt met blote barst opknoopt. En hetgene wat ik dus communiceer is, je mag eigenlijk alles al wel gewoon aantrekken. Je pantalon, je broek, die mag je al aan hebben. En je blouse, of hetgeen wat je onder je blouse draagt, dat mag je al aan hebben. En de rest, dat graag nog eventjes zo laat, totdat ik er ben. Zodat ik dat soort details dus kan filmen met in ieder geval het jasje, de accessoires, stropdas, machetknopen, dat soort dingen. Welkom bij het huwelijk van Cynthia en Berry. En welkom hier in de sfeerstal. Het derde punt is audio. Ik probeer ze aan te geven dat audio van cruciaal belang is voor een goede film. En dat ik het liefst heb dat zij zelf contact opnemen met bijvoorbeeld de babs of eventuele andere sprekers die dus mogelijk iets willen gaan zeggen, zodat zij daarvan op de hoogte zijn dat ik hun dus ga zenderen. Als zij dat lijntje van tevoren al hebben uitgezet via de ceremoniemeester, Dan worden die mensen niet verrast op de dag zelf dat ze dus ineens een zendertje krijgen. Het wil dan wel eens voorkomen dat de babs relatief laat is. Op de dag zelf, echt 5 minuten voordat de ceremonie begint, komt dan de babs ineens binnen. En als je die dan nog in die 5 minuten moet gaan zenderen, dan is dat altijd heel erg krap en haastig. En daarmee voorkomen we dus dat ik ze of vergeet te zenderen of dat het allemaal in alle haast moet. Je hebt je soulmate gevonden in Aurora. En samen hebben jullie een prachtig gezin gesticht. Nou, dan komen we aan bij de speeches zelf. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk te sturen in hoe de speeches gaan verlopen. Speeches zijn, zeker voor Nederlandse begrippen, vaak een beetje chaotisch. Het is vaak op een sferische plek, waarbij het relatief donker is. Ook weer met gemengd kunstlicht. Het is altijd heel moeilijk om dat goed in beeld te kunnen brengen. Wanneer je daar dus controle over wil hebben, dan wil je daar dus eigenlijk idealiter een lamp neerzetten, zodat die personen in ieder geval uitgelicht zijn. Maar als het net een spreker is die daar niet zo heel veel erg in heeft en zoiets heeft van, ja, ik ga gewoon lekker rondlopen, dan lopen ze weer uit het licht en dan heb je dus ook een probleem. Dus mijn tip is dus eigenlijk dat ik met het bruidspaar vooraf communiceer via die sheet, met dat zij dus het liefst gewoon een marker op de grond neerleggen,
dat het een vaste plek is waar de spreker dus ook blijft staan, zodat ik dat in ieder geval van tevoren kan uitlichten. En als vijfde tip, zonsondergang. Het bruidspaar is zich er lang niet altijd van bewust dat zonsondergang, of sunset, golden hour, natuurlijk een van de mooiste momenten van de dag is. En een beetje afhankelijk van in welke maand jij natuurlijk jouw bruiloft filmt, heb je best kans dat de zonsondergang precies tijdens het avondeten valt of tijdens de start van het feest. En dat is jammer, want daarmee mis je dus heel vaak wel het moment van het gouden uurtje, waarbij je dus in een kwartier tot 20 minuten echt wel de allermooiste shots kan maken van de hele dag, met het laagstaande zonnetje en het mooie strijklicht. Dus ik probeer vooraf echt te communiceren met het bruidspaar van, luister, als het gouden uurtje een beetje rond deze tijd valt, dan hoop ik dat jullie de moeite erin willen steken om er in ieder geval 10 minuten tot een kwartier, 20 minuten daarvoor willen reserveren, zodat ik jullie eventjes mee kan nemen. Dat we gewoon met z'n drieën, of eventueel met de fotograaf erbij, nog eventjes gebruik maken van het prachtige licht van de zonsondergang. Ik bevestig gewoon nogmaals dat het echt de allermooiste shots zijn die je zou kunnen draaien. En dat het dus echt wel de moeite waard is om dat dus ook in hun draaiboek mee te nemen. Ik heb al deze 5 punten verzameld in een pdfje, welke ik dus eigenlijk normaal gesproken stuur naar het bruidspaar voorafgaand aan de bruiloft, zodat zij dat dus ook kunnen communiceren met een ceremoniemeester. En het mooie is dat jij die nu dus ook kan downloaden. En dat kan hieronder in de beschrijving. Heb ik een linkje gezet waarbij je dus deze gratis kan downloaden. Ik maak samen met Nadege Toulouse en Brian de Chateau een podcast over trouwvideografie. En we hebben daarvoor dus ook een nieuwsbrief. Die we dus uitsturen naar alle luisteraars die dat gewoon tof en leuk vinden. Dus als je deze gratis freebie wil hebben, abonneer je dan op deze nieuwsbrief. Ik kan natuurlijk altijd weer uitschrijven, maar ik zou je beloven dat het echt de moeite waard is om je daarop in te schrijven. Op het moment dat jij dus als trouwvideograaf actief bent. En je blijft mee op de hoogte van alle nieuwe afleveringen die we maken voor de podcast. Nou, dat was hem weer voor deze video. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. Gooi even een dikke like duim omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.